Oké, we gaan vandaag een onmogelijke driehoek tekenen. Dat is een leuk grapje waar je ook meteen het een en ander van SketchUp kunt leren. Dus snijd hem eens aan twee kanten. De onmogelijke driehoek die heb je waarschijnlijk wel eens gezien ergens op een plaatje, op een afbeelding. Dat is ook leuk te maken in SketchUp. Als je SketchUp geopend hebt, dan kies je voor 3D printing millimeters. Kijk meteen eventjes bij View. Bij Toolbars, want dan zet je eventjes de Large Toolset aan, die verschijnt hier aan de zijkant. En typ ook eventjes View, zet er ook even een vinkje bij, zet even Close. Dan krijg je deze huisjes te zien. En als je deze huisjes ziet, dan moet je eventjes op het topje klikken en dan heb je de bovenaan zicht. Dat is makkelijk om deze te tekenen in SketchUp. Nou, we gaan eens even beginnen. Je tekent een lijn van 300 mm. 300 en enter. En je tekent een 300 mm omhoog. En doet het nog een keertje enter. En dan doe je escape. Pak je een pijltje. Je wijst deze aan. En dan zeg je: Oké, laten we deze gaan draaien. Dan krijg je die. De gradenboog. Je klikt de bovenste en onderste aan. En tiet 30 in van 30 graden. Nou, als je dan deze lijn gaat trekken, dan zul je zien dat die ook precies 300 mm is. Escape. En dan heb je een perfecte driehoek, gelijkzijdige driehoek. Dan ga je hier vanaf de onderkant even 50 mm uitzetten, enter. En dan typ je ook weer 50 in voor de lengte van de lijn. Je wijst hem weer aan. Oké, die. Dan gaan we naar rotate. We kiezen de basisvlak, we kiezen het bovenvlak. En zeg, nou, als je 30 intypt, dan gaat hij weer naar 30 graden. En dan maak je een klein driehoekje. Als je dat kleine driehoekje selecteert en je doet move en control, dan maak je een kopie. Kijk maar, er komt een plusje bij het move tekentje te staan. Je klikt op een hoekpuntje wat handig is. Kijk, en daar klik je hem vast. Dan doe je nog een keertje. Je selecteert dit. Doe het move en control. Deze pak je bovenin vast, want die moet je daar krijgen. Oké. Nou, dat is al niet zo moeilijk. Dan ga je met een potlood ga je deze lijnen ga je aan elkaar verbinden. Zo. Zo. En zo. Ook dat is niet moeilijk. Dan gaan we met offset, gaan we een evenwijdige lijn naar binnen zetten. En dat doen we hier. We klikken op deze, escape. Klikken daarop, we slepen naar binnen. Type 30 in. En daar staat op 30 een lijntje. Nou, nu gaan we er even wat lijntjes bij maken. En het voordeel van SketchUp is, kijk, hij ziet meteen al als je die verlengt. Kijk, als je die verlengt, huppatee, on edge. Dan heb je ze meteen mooi verlengd. Dus al deze lijntjes verlengen we even. Zo. En volgens mij hebben we nu dan het hele spulletje compleet. Nou, gaan we nu kijken naar het voorbeeld dat erbij staat. Ik zal het nog eventjes op recht drukken. Kijk, want dan komt hij erbij. Dan zie je dat we een aantal van deze lijntjes weg moeten halen. Nou, we gaan eens proberen. Dat doen we met gummetje. Hier, die bovenste kunnen weg. Die bovenste kunnen weg. Die kunnen weg. En dan moet je eens even kijken. Dit lijntje kan ook weg. Dat lijntje kan ook weg. Is dat zo? Nee, natuurlijk niet. Nou, edit, undo. En dan staat er weer. Mag die lijn weg? Deze lijn. En 10 lijn mogen weg. Deze lijn mag weg. Nou, je kunt het eigenlijk wel zien, hè? Die mag weg. Die mag weg. Zijn we er nu al? Nee, want die moet ook nog weg. En volgens mij zijn we nu aardig waar we zijn willen. Hebben we de onmogelijke driehoek, hebben we staan. Nou, dan gaan we hem ook nog een keertje vullen om het effect te verhogen. Dat doe je met de bucket. Kijk, en
dan krijg je dit menu. Staat er hier nog wat anders dan Colors? Kijk hier in dit keuzemenuutje. Klik je erop, kies je voor Colors. Nou, en dan als je de mooie blauwe kleuren wil, dan scroll je naar beneden. En dan kun je de vlakken selecteren en blauw maken. Nou, dit zijn weer wat andere kleuren blauw. Je kan ook nog deze kleuren blauw kiezen. Dat zijn de kleuren uit het voorbeeld. Dus dan moeten we nog eventjes kijken. Ja, dit lijkt er meer op. Zo, die misschien nog deze. Nou, kijk, zo is die helemaal goed. Nou, eigenlijk is dit een appeltje-eitje. Je leert hier in ieder geval met offset aan de gang. Je leert een beetje draaien met lijnen. Je leert kopieën te maken. En je leert ze uiteindelijk ook nog een kleur te geven. Ik wens je heel veel succes.